Op een regenachtig varkenoord wil PSV revanche na de midweekse oorwassing tegen PEC. 4-0 werd het tegen de vrouwen van PEC Zwolle. Feyenoord won voor het eerst onder Torni in de laatste wedstrijd van ADO. En geeft dat een goed vervolg, want al na 11 minuten komt Feyenoord op een voorsprong. Doelpunt van Esmee de Graaf, zij maakte ook de winnende tegen ADO. De assist is van Koopman. Fijn aangesneden voorzet, dan is het makkelijk binnenlopen. Gaat het nog harder regenen in Rotterdam. Maar komt Feyenoord wel bijna op 2-0. De Roy staat erbij en kijkt ernaar. En ook nog in die stromende regen. Geen leuke avond voor hem. En het wordt nog minder leuk. Want keepster Alkemade raakt geblesseerd in dit luchtduel. En als je in de herhaling kijkt, zie je dat de Graaf eigenlijk harder wordt geraakt. Zij kan zonder kleerscheuren door. De keepster van PSV niet. Zij wordt vervangen door Danielle de Jong. Niet haar eerste optreden in een PSV-shirt. Wat een triest moment voor Alkemade. De wind speelt ook wel een klein rolletje in deze wedstrijd. Deze corner blijft hangen in de 5 meter. Koopman verwerkt, maar niet al te best. Dus kan die bal nog een keer voor. En dan is het bijna een hele grote kans bij de kopbal van Koeleman. In de tweede helft is het niet gestopt met regenen. Sterker nog, het veld wordt drassiger en drassiger. Toch is het PSV dat het best uit de startblokken komt. Levels en dan een voorzet gegeven op Zira Hulswit. En zij mag voor de gelijkmaker aantekenen. Na 61 minuten spelen, haar 6e goal van het seizoen. En PSV weer op gelijke hoogte. Een duel tussen twee middenmotors toch. Het zijn topclubs op papier, maar in deze jaargang van de Eredivisie hebben beide teams het lastig. Elouzi probeert nog voor een ultieme revanche te zorgen, want eerder dit seizoen wist PSV 2 keer te winnen van Feyenoord. In deze 3e ontmoeting eindigt het in een gelijkspel. Voor PSV geen revanche na de oorwassing tegen PEC. Voor Feyenoord het 4e duel op rij zonder nederlaag.